Ja. Maar het tweede dief dan nog een speciaal opdracht. Wie weet nog wat doen dan mee, hè? Ik ben prachtig. Comenius, wat is dan uw broerbied? Comenius, wie kan mij dat uitleggen? Wat is Comenius? Bart. Een show. Gaat over verschillen. Oké, maar nog meer. Een project over verschillende thema's. Een project over verschillende thema's. Die weet er nooit bij. Over landen. Over landen. We zijn ook met verschillende landen. Spijt genoeg van deze keer zijn we maar met drie landen. We zijn wel met vier scholen, maar twee Engelse scholen bij, dus we zijn met... Welke die gaat hier naar die kleding gaan? Klik. En wat zegt hij? Hij staat klaar, de meester. En ik moet hem alleen maar in doen. En dat kunnen jullie. Maar jullie krijgen dat beeld. Dat beeld krijg ik te zien. En wat kan je nu gaan doen? Weet je nog? Echt zijn. Echt zijn. Ja, wat moet je doen, hè? Zie dat nog? Onze maat? Ja. En dan nog? Ja. Ja? Die zijn tekeningjes gaan maken en schilderijtjes. Ik heb een keer op YouTube gekeken hoe dik is dat wel bekeken is. Loopt er al veel aan gekeken, hoor. Dus, zie je dat? Oké, we gaan dan nu even stoppen, hè, want we kennen hem al. Hè. Waarom komen wij nu samen? We hebben dat nu allemaal verteld, maar dat is al lang voorbij. Het is, maar nu komt het. Want we zijn met het tweede jaar bezig. En in het tweede jaar krijgen wij opnieuw opdrachten. Wij gaan opnieuw opdrachten moeten uitvoeren en daarvoor zijn wij bij kunstenaars. Wij moeten uitvoeren. In elke klas zal dat met een andere zijn. He? We gaan met de juf en de meester gaan dat bespreken. Welke opdrachten dan welke klas kan. Wij moeten uitvoeren. In elke klas zal dat met een andere zijn. He? We gaan met de juf en de meester gaan dat bespreken. Welke opdrachten dan welke klas kan. Nu, een van de opdrachten, dat zou kunnen zijn. En wij zijn al eens begonnen met Andrew Hert in stal. Dat is een Engelse bekende fotograaf. En die kan je terugvinden op het internet, want die maakt prachtige foto's. En die heeft met ons een ganse dag rond. En die heeft met ons eerst foto's gemaakt van monumenten. Oude gebouwen, oude stenen, oude wapenschilden, oude poorten en deuren. Zelfs schildjes in de plafond, want ik zie Jan nog als maar kijk in de film en Kaan op een rug liggen. Die aan het foto's trekken zijn van wie dat aan de plafond kan. En en in de namiddag zijn we met Andrew naar de herfst geweest. Dat is de leerjaar en dat is Michel. En Michel, dat is de leraar, die niet zo ver vandaan. En die geeft fotografie. Dus hij leert ook kinderen goede foto's. Ja. En Michel, die gaat met het vijfde en het zesde leerjaar gaat hij op een oude manier foto's maken. We gaan een schoendoos gebruiken als fototoestel. Raar, hè? Met zo'n heel klein gaatje in. En dan gaan we dat gaatje open doen, laten lichten. En we moeten tellen, we gaan moeten tellen hoe lang dat we dat gaatje open houden. En daarna gaan we die foto's moeten ontwikkelen. Dus zelf onze foto's maken. Maar we kunnen ook spooky. Er staat ook spooky foto's maken. Wat wil dat nu zeggen? Nou. Ik neem de foto en ik hou mijn lichtje een beetje open. Doe mijn deurtje toe. En ik ga een beetje verder. Doe mijn deurtje weer open. En daar staan ze zo precies gelijk spoken op die foto. Ja, dat gaat misschien wel heel leuk worden. En dat gaan we natuurlijk ook allemaal tentoonstellen. Zo'n camera, dat weten die van het vijfde en het zesde. Dat noemt een... En Michel, zijn lied is klaar. Hè? Hij heeft beloofd van een lied te maken over de camera op de camera. En hij gaat samen
Maar nu was mijn papa. We hebben ook nog een derde opdracht en dat is namelijk Dharmmundi. En Dharmmundi is een Engelse schilder die in Newcastle werkt en die prachtige landschappen maakt. En kijk maar eens, hij gebruikt oranjes, hij gebruikt groenen en vooral ook veel huisjes. Ook de maan is voortdurend aanwezig in zijn werk. En je ziet het, overdag gebruikt hij oranje en de zon. En 's nachts gebruikt hij blauwe en de maan. En zo hebben wij heel wat schilderijtjes ook van hem te maken. Hij heeft daar een prachtig stap bij stap plannetje bij gegeven, zodanig dat wij vanuit onze klas die verschillende werken prachtig gaan kunnen maken. Leuk. De natuur en dus. In Spanje hebben ze met de kindjes ook op dat. Ze zijn ook naar het park gegaan, of ze zijn naar het bos gegaan. En ze hebben zich daar neergezet. En ze hebben een vakjes meegenomen. En ze hebben een boekkeur meegenomen. En ze hebben hier eens getekend in het park. En daarna hebben ze dat geschilderd. Dus je ziet hier al prachtige werken die gemaakt zijn. We hebben ook een prachtige bos in. Wij kunnen daar ook prachtige schilderijtjes van maken. Of van op onze speelveld kunnen we al kijken naar het bos en van daaruit schilderijen maken. Er zijn hier prachtige in Nederland. Op het markt. Hij heeft daar een hele grote winkel met schilderijen en allerlei kunstwerken. En dat is meneer Daan. Die dan niet, dat is al een oudere meneer. Meneer Daan, maar een hele mooie goede kunstwerk. Die maakt niet alleen schilderij, die maakt met alles wat hij vindt, maakt hij kunst. Een fles die gebroken is, een glas die gebroken is, een oud bord waar een stuk uit is, hij maakt daar overal kunst mee. En als je ooit eens de tijd hebt, en je komt op markt mee, maar je moet zijn etalage gaan kijken. Want daar staat enorm mooi, leuk iets erin. Dat dan die zien. Dat zijn schilderijtjes die bestaan uit drie panelen, kunnen er ook vier zijn. En als ik vanavond thuis kom, hè, en dat doen de kinderen op de film, die gaat kunnen zien, en ik weet niet, wat doen zij? Vandaag heb ik dat schilderij. Oké, ik schuif dat paneel eruit, en ik draai dat. Ik krijg al een volledige handen schilderij. En ik kan met drie paneeltjes elke dag te draaien. Een keer zo draaien, een keer zo draaien, ja. Een keer van achter en van voor draaien, dan weer op zijn kop zetten enzovoort. Kunnen wij 385 dagen een volledig handen schilderij hebben. En als je dat met 4 doet, dan zit al over de 4000 dagen. In Engeland. En er waren 2 kadetten mee van onze school. 2 kadetten. Ik denk dat ze niet meer weten dat ze daar geweest zijn waarschijnlijk. Die 2 kadetten. Wie was dat? Stelde die recht, ja? Ja, die zijn mee geweest naar wat zij daar beleefd hebben. Hè? Wel, dan moet ik je kijken. Ik ga naar Mobilities. En daar heb ik allemaal filmpjes ook mee. Wat dat kan en Jarno. En ja, dan moet je een leukje trekken. En dat alle die even goed waren om mee te gaan. En het lot heeft bepaald dat dus alleen meegaat, jongens.